The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Welkom bij ons maandelijkse webinar. Ditmaal gaan we het hebben over WhatsApp en wat WhatsApp kan doen voor webshops. En we geven dit in samenwerking met onze vrienden van Watermelon. Eerst iets over onze webinars in het algemeen. Wij doen dit namelijk elke maand. En vandaag gaat het dus over social media en wat meer over WhatsApp. Volgende maand gaan we het hebben over loyalty en satisfaction. In augustus over marketingtrends. En in september gaan we het hebben over trust en wat dat betekent voor je webshop. Aan de rechterkant ziet u een paneel. En via dat paneel kunt u vragen stellen. Die vragen die beantwoorden we niet direct. Daarmee wachten we tot het einde van het webinar. Maar ondertussen kunt u al die vragen stellen en dat vinden we al heel prettig. Alexander, hoor je mij? Ja, maar niet zo goed. Hoor je mij nu wel goed? Ja, nu is het beter. Ja, perfect. Er ging even iets mis. Oké, laten we even terugkomen. Een paneel aan de rechterkant, daar kunt u vragen stellen onder de sectie questions. En daarnaast wordt het webinar ook opgenomen. En morgen ook geplaatst op onze website. En dat is ceoshop.nl. Je zet een kopje resources en een kopje webinars. En daar kunt u het allemaal weer terugvinden. Bovendien kunt u ook met ons praten via Twitter. En dat kan via hashtag ceoshop. Nou, mijn naam is Bertram Welink. Ik ben Content and Communications Manager bij ceoshop. En zoals ik al zei, ga ik dit webinar niet alleen geven. We hebben daarvoor onze vrienden van Watermelon gevraagd. En Alexander gaat veel meer vertellen over WhatsApp. En wat WhatsApp kan doen voor je webshop. Het is wel goed om even te zeggen dat ze nog geen integratie hebben met Watermelon. Maar we hebben hun product gezien en waren eigenlijk zeer enthousiast. En vandaar dat we besloten hebben om toch vandaag dit webinar te gaan doen. Want we denken dat Alexander echt heel veel kan vertellen over WhatsApp. Even heel kort over ceoshop voor de mensen die ons nog niet kennen. Het zijn er niet heel veel. Ik zag een aantal bekende namen. Dus even heel kort. Ik zeg altijd heel vaak dat ceoshop eigenlijk een soort van een product is waarmee je een webshop kunt starten. En waarbij het eigenlijk zo gemakkelijk is als het opzetten van een Gmail account. Je hoeft alleen maar een paar velden in te vullen en je webshop staat eigenlijk direct. Dus het enige wat je dan nog moet doen is je webshop vullen met producten en ervoor zorgen dat mensen het kunnen vinden. Nou, daarin zijn we natuurlijk niet de enige die dat doen. Er zijn veel meer bedrijven die dat kunnen. Maar wij lopen wel voor in dat opzicht. En dat betekent ook dat ook grote partijen bij ons aankloppen. En een aantal shops die zeer bekend zijn, zijn de shops van Philips, Dance for Life en ook National Geographic. Dit is hoe een back-office uitziet wanneer u een ceoshop webshop start. En daarin kunt u alles beheren. Van de producten die besteld worden, tot alle betalingen die gedaan kunnen worden. En bovendien kan het hele design aangepast worden naar uw eigen wensen. Daar hebben we ook een, zoals we dat zelf noemen, een Team Store voor. En in die Team Store vindt u ook standaard designs die u direct met een klik kunt activeren. Wij zitten in Amsterdam. Maar niet alleen in Amsterdam, we zitten namelijk ook in Frankfurt. En vanuit Frankfurt proberen we met name de Duitsstalige markten te veroveren. En uiteindelijk is uiteraard ons grote doel om heel Europa bekend te maken met ons product. Maar genoeg over ceoshop. We gaan het hebben over social media. En dus met name over WhatsApp. We hebben deze maand meerdere dingen gedaan op het gebied van social media. Ons maandthema ISM is social media. We hebben een whitepaper geschreven in samenwerking met een van onze partners. En in dat whitepaper kunt u alles lezen over Facebook, over Facebook marketing. Het gaat bijvoorbeeld over het algoritme van Facebook en hoe je dat kunt inzetten om ervoor te zorgen dat in ieder geval uw posts wel goed gezien worden. We gaan het hebben over adverteren op Facebook en hoe dat precies werkt. En ook hoe je rapportages uit Facebook kunt halen. Dus hoe kun je erachter komen of je Facebook-campagnes daadwerkelijk goed werken. Dat staat dus allemaal in het whitepaper. En het whitepaper staat op onze website. Nogmaals, dat is ceoshop.nl. Daaronder vindt u een kopje resources en daaronder een kopje whitepapers. En daar staan ze allemaal. We hebben ook een blogpost over geschreven. Mijn collega Branko heeft dat gedaan.
Vrij lang artikel met alle ins en outs over social media en hoe je echt een hele goede social media strategie kunt opzetten. Dus kijk ook zeker op ons blog. Blogpost is al vrij veel gedeeld door andere collega's en klanten. Dus zeker de moeite waard om eens naar te kijken. Maar social media is natuurlijk veel meer dan Facebook en bijvoorbeeld Twitter. WhatsApp is echt een social media kanaal dat in opkomst is. De afgelopen 5 jaar zijn er zeer veel mensen geweest die WhatsApp hebben geactiveerd op hun mobiele telefoon. Maar liefst 450 miljoen gebruikers. En dat betekent dus dat heel veel mensen er gebruik van maken. Maar bedrijven beginnen eigenlijk pas nu. En dat maakt het natuurlijk super interessant om eens beter naar te gaan kijken. En er zijn een aantal oplossingen voor. En zoals ik al zei, Watermelon is één van die oplossingen. En daarom wil ik dan nu ook eigenlijk het woord geven aan Alexander. Want hij kan veel meer vertellen over zijn product dan dat ik zou kunnen. Dus als het goed is, kunnen we Alexander al horen. Als het goed is wel. Als het goed is wel. En dan gaan we ook voor zorgen dat we zijn scherm kunnen zien. Even kijken of dat gaat lukken. Ja. Ja, zit te zien. Hij is te zien. Keurig. Nu nog steeds als het goed is. Helemaal. Ja, ga je gaan. Nou, prachtig. Ga ik lekker beginnen. Hallo iedereen. Leuk dat jullie ook aanwezig zijn bij deze webinar. Ik zal eerst even wat vertellen over wie ik ben. Ik ben Alexander Weininga. Ik zit al een aantal jaren in de social media. Ook al ben ik nog jong. Ik moet wel zeggen dat ik ermee ben opgegroeid. En dat ik het nog steeds erg leuk vind. Het is een markt die ontzettend snel groeit, verandert en er gebeurt van alles. Ik heb hierin twee bedrijven. The Next Network is een social media consultancy. We leveren advies. Mensen kunnen bij ons een social media uitbesteden. En het is ook mogelijk om via ons te adverteren op Facebook, Twitter, LinkedIn. En daarnaast uiteraard Watermelon, hè, waar het over ging. Dat is een webapplicatie waarmee je WhatsApp de zakelijke in kunt zetten, waar ik nog veel meer over ga vertellen. Dat is allemaal mogelijk op één nummer. Lekker WhatsAppen met je klanten, met meerdere collega's tegelijk. En dit is misschien nog een beetje vaag, maar het wordt jullie allemaal duidelijk. Wat is WhatsApp? Nou, de meeste van jullie zullen het wel weten. Ik zag net een bericht van nu.nl. En daar stond 450 miljoen. Nou, ik kan jullie vertellen dat dat bijna is verdubbeld inmiddels. Want ze zitten echt al op een stuk meer. Het is in principe gratis chatten. Je betaalt natuurlijk wel internet als je internet op je telefoon hebt. Maar dan is het nog steeds, de app download je zo goed als gratis. Sommige gebruikers moeten daar een euro voor neerleggen. Voor de rest, geen advertenties. Je levert heel weinig gegevens in. En is het gewoon lekker chatten met iedereen die ook WhatsApp heeft. Het heeft op dit moment 9,5 miljoen actieve Nederlanders. En dat zijn nog geen bedrijven, maar dat zijn alleen nog maar personen. Dus je doelgroep is in ieder geval aanwezig. En dat is natuurlijk ook de meerwaarde van WhatsApp. En waarom zou ik WhatsApp inzetten? Je doelgroep is aanwezig. Zoveel mensen. En dat is er niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. In Azië heb je weer andere apps en in Amerika is het nu ook upcoming. De app is makkelijk te begrijpen. Het is geen lastige app. Je downloadt hem vanuit de App Store. En vervolgens ga je daar gewoon lekker mee appen en voeg je wat contacten toe. Berichten worden vaker gelezen dan e-mails. Wellicht weten jullie allemaal hoe e-mail marketing werkt. En dan zie je in je statistieken dat, dat maar 50% het heeft geopend. Wellicht minder of wellicht meer. En met WhatsApp is dit wel anders. Op het moment dat er een bericht bij iemand binnenkomt, zal dat 10 keer vaker gelezen worden. Omdat ze er toch altijd op zitten. En vaker de WhatsApp-app openen dan een mail-app. En uiteraard kan het daardoor conversie verhogen. De voordelen van WhatsApp voor de klant is de persoonlijke service en de snellere service. Een voorbeeld is een restaurant. Die wil graag WhatsApp inzetten. Waarom? Om eigenlijk meer boekingen te ontvangen. Stel je voor dat je 's middags om 1 uur in de stad loopt en je wil reserveren bij dat leuke restaurant op de hoek voor 10 man, voor dezelfde avond nog. Wat je kan doen is bellen, sta je in de wacht, dat is vervelend. Wat doe je? Je gaat even naar de internetsite en dan zie je staan, hey, je kunt ons WhatsAppen voor een boeking. Nou, vervolgens WhatsApp je naar dat nummer. En aangezien het daar best druk is, stop je mobiel in je zak en 10 minuten later kijk je op je telefoon en zie je, hey, er is een WhatsAppje terug, de bestelling, de boeking is bevestigd. Het kan snel, het kan persoonlijk en je kilt eigenlijk de wachttijden. Dus dat zijn voordelen en zo kan ik er nog heel veel op noemen.
Wat zijn de mogelijkheden? Dat is AppCare. Dat is de nieuwe webcare. Wellicht kennen jullie webcare wel van Twitter, Facebook, Instagram. Hè? Er wordt leuk op vragen gereageerd en je ziet af en toe wel iets van KLM voorbij komen. Dat is webcare. Nou, op WhatsApp heb je dat ook, maar dat heet AppCare. Je kan een vraag aan een bedrijf stellen of aan een webshop. En vervolgens krijg je de antwoord op via de WhatsApp, omdat zij AppCare toepassen. Het is makkelijk om je doelgroep te segmenteren. Dat wil zeggen, iedereen die jou een appje stuurt, die kan jij in een bepaalde lijst stoppen. Dat blijft nog wel handmatig op dit moment, maar wellicht dat in de toekomst ook geautomatiseerd kan worden. En je kunt zenden naar lijsten en vervolgens ontvangen één op één. Ik ga dat iets duidelijker uitleggen. Op dit moment heb je twee verschillende opties voor massaberichten. Dat is namelijk groepen. Je kunt groepen maken op WhatsApp en met die groepen kun je eigenlijk gesprekken met elkaar voeren. En kun je een bericht naar heel veel mensen tegelijk sturen. Maar wat ook kan is een lijst aanmaken en een WhatsAppje naar zo'n lijst sturen. Als iemand dan antwoordt, zal je een één-op-één gesprek starten en zal niet iedereen die in die lijst staat dat bericht ontvangen. Leuk dus voor nieuws en dergelijke. Het is natuurlijk ook innovatief. Hè? Dat is tegenwoordig ook helemaal hip en hot. Innovatief zijn. Wat is innovatie? Dat zijn veel vragen. Maar ik denk dat dit is iets wat nieuw is. Iets wat leuk is. Iets wat een bedrijf toegankelijker maakt. Uiteindelijk een betere klantenservice zal hebben. Dus wees innovatief. Durf te vernieuwen. Wees hierdoor ook toegankelijk. Want het is snel en gemakkelijk. En dat is wat wij ook altijd tegen iedereen zeggen die iets met WhatsApp willen doen. En zorg dan wel dat je ook snel bent. En zorg dat het gemakkelijk blijft. NSCQ, die doet dat op dit moment. Voeg even de nummer toe van NRC. En je stuurt een bericht, bijvoorbeeld NRC aan, naar het nummer van NRC. En vervolgens krijg je elke dag een aantal meldingen in je WhatsApp-lijst. En dat zijn natuurlijk dingen, dat is ontzettend leuk. En zo hoef je niet meer eens naar de app of je hoeft niet meer naar Facebook. Nee, het nieuws komt naar jou toe. Nou, dat kan natuurlijk ook met berichten vanuit bedrijven, promotie of een kortingsactie of voeg ons toe op WhatsApp en je krijgt een unieke kortingscode. Zo zijn er heel veel leuke dingen die gedaan kunnen worden voor webwinkeliers. Nog een aantal tips vanuit ons en dat is plaats een WhatsApp deelknop op je website. Als je een blog schrijft, zorg dan dat die blog gedeeld kan worden op WhatsApp. Ik weet eigenlijk niet, heb ik niet gekeken of SEO Shop dat zelf heeft, maar dat zouden ze wel zo snel mogelijk moeten hebben. Wellicht dat Bertram me daar iets meer over kan vertellen. Maar gebruik ook verzendlijsten. Hè? Dus die lijsten wat ik net uitlegde, ga er wel echt mee aan de gang. Maak die lijsten aan en zorg dat er mensen zijn die meer van jullie organisatie willen weten via WhatsApp. En natuurlijk WhatsApp Webcare, het welbekende AppCare. Steek daar tijd in, zet daar mensen op, want het is snel en makkelijk en bedrijven krijgen daar een leuke reputatie van. Dan ga ik heel even kort de voordelen van het Watermelon systeem even benoemen. We hebben namelijk één dashboard gemaakt waarop meerdere collega's tegelijk, a.k.a. ook meerdere computers of iPad, tablets, whatever, tegelijk in kunnen loggen op een WhatsApp nummer. Ja, dus er is één nummer, een 0623456678, en dat is van SEO Shop bijvoorbeeld. En vervolgens zijn er 1000 mensen per maand die appen naar dat nummer. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat niet iedere, niet één persoon die kan dat aan. Die kan niet op een telefoon zitten en iedereen te woord staan op WhatsApp of via de WhatsApp webclient. Dus wij hebben een dashboard gemaakt dat toegankelijk is voor meerdere collega's tegelijk. Die zullen alle chats die binnenkomen zien. Vervolgens koppelen ze een chat van een open chat koppelen zich aan hun account. En daar kunnen ze mee chatten zonder dat hun collega's dat zien. Nou, ik ga zo meteen ga ik even een korte demo geven. En dan hoop ik dat jullie alles begrijpen. Statistieken hebben wij mogelijk gemaakt, dus het aantal chats dat binnenkomt, dat eruit gaat, maar ook het aantal tickets, want we hebben een ticketsysteem erin gebouwd, dat is mogelijk. Er is een mogelijkheid om berichten in te plannen en er komt een mogelijkheid om die lijsten in te zetten. Die tip die ik net ook gaf, ga aan de gang met die lijsten, zorg dat je daar mensen in krijgt. Ga ik hem even openen. Even kijken. En ik weet niet of jullie mijn scherm nu nog zien. Even kijken. Bertram?
Even kijken hoor. Ja, ik ben er even in hoor. We kunnen het inderdaad zien. Ja? Ja. Jullie kunnen nu de demo zien? Ja. Oh, oké. Okay. Dus jullie zien nu het dashboard. Nou, dat is mooi. Dat had ik even niet helemaal door. Ik ben inmiddels ben ik ingelogd. En jullie zien hier een dashboard. En dat is ook, ja, als iemand inlogt, zal die dit als allereerste zien. Wat is hier te zien? Hier is iemands nummer te zien. En jullie mogen dit nummer opslaan. Ik laat hem hier heel even opslaan, zodat jullie het een nummer kunnen noteren. Wat jullie mogen, als jullie dat willen, een appje sturen naar dit nummer. Dan zien we dat zo meteen direct binnenkomen. En dan kan ik die ook, vanuit hier kan ik die gaan beantwoorden. Dan krijg je echt het gevoel van, hey, dat gaat echt snel, dat is echt gemakkelijk. En dat wil ik ook voor mijn klanten. Nou, hier zullen we ook tips in laten updaten hoe je nummer moet promoten. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren. En op het moment dat er zoiets gebeurt, ja, dan moet er op een website of op een advertentie moet staan van app ons, we zijn op dit en dit nummer te bereiken. Ik hoop dat jullie nu het nummer hebben genoteerd en we gaan het zo wel merken of iemand ook daadwerkelijk heeft gewhatsappt. Nou, staat uiteraard, staan er ook nog wat veranderingen. We zijn continu aan het doorontwikkelen en blijven continu bezig. Ga ik eerst even naar het stukje WhatsApp. En dan zien we hier een hele lijst met mensen die een WhatsAppje hebben gestuurd. Dit ben ik bijvoorbeeld zelf. Nu kan ik lekker met mezelf appen. Nu ga ik heel even ook mijn collega vragen of hij een chat naar de demo-account wil sturen. Dan komt er zometeen een chat binnen. En dan kunnen we daar gelijk mee verder. Nou, deze chats zijn al op dit moment allemaal gekoppeld. En ik kan met iedereen gaan appen. Nou, ik zie ook van Stan Jansen, daar heb ik al een keer mee geappt, zie ik. En Erik van Vught en René. Kijk, nu komt het allemaal binnen, dat is hartstikke leuk. Stan Jansen zie ik een mooie notificatie, omdat we daar eerder contact mee hebben gehad. Maar Erik van Vught en Roy Knik, kijk, dit is hartstikke leuk. Alle chats komen ontzettend op, nog één, komen allemaal binnen. En ik ga ze niet allemaal benoemen hoor. En ik ga even met, Erik die was als eerst. Daar ga ik mee beginnen. Je ziet nu hier dat ik de chat kan koppelen. Dat is zodat collega's niet in elkaars vaarwater gaan zitten. Dus dat moet ik eerst doen voordat ik kan chatten. En nu staat er ook chat aangenomen door demo. Nou, vervolgens zeg ik, hi Erik. Vervolgens wordt het verzonden en ik zie direct, hij heeft het gelezen. En nu kan ik lekker snel met Erik gaan chatten. Mijn collega die zit op een andere computer en die zit ook 3 open chats. En die zal denken van, daar ga ik mee aan de gang. Dus die koppelt ook een chat aan hem. En die zegt, hallo Roy. Nou, zo is het makkelijk. Hè? Zo kan je orders navragen. Zo kan je van alles doen. Hè? Boekingen. Je kan heel veel opnoemen. Zoals jullie zien, heb ik ook gelijk al jullie namen. Ik weet dat Robin de Wit, Olaf de Groot en Erik van Vught, dat hun achternamen zijn. Dat is jullie pushnaam. En het mooiste is dat jullie nummer en naam komt direct in contacten te staan. Die vinden jullie aan de linkerkant. Nou, met de persoon kan je nog wel meer met de chat. Pak ik Erik er nog even bij. Hoi Alexander, hartstikke leuk. Wat ik kan doen is doorschakelen. Nou, waar is dat voor nodig? Stel je hebt meerdere mensen in je team zitten. De ene is voor de marketing en de andere is voor de sales. Dan wil je eigenlijk, Erik wil van mij iets kopen. Oké, nou, ik ben zelf van de marketing, dus ik wil hem doorschakelen naar een salesmedewerker. Vervolgens druk ik hierop, selecteer ik een afdeling en voeg ik er een extra bericht aan toe. En zet ik hem door naar mijn collega's. Vervolgens komt die chat weer bij open te staan. En kan hij daarmee chatten. Wat ik ook kan doen is een ticket aanmaken. Ook een afdeling selecteren. Marketing, sales, het kan allemaal. Een titel en een bericht toevoegen. En vervolgens maak ik een ticket aan. En uiteraard heb ik nog wat contactinformatie. Ik zie hier nu ook Simple Chic. Zijn logo waarschijnlijk. Hartstikke leuk. En hier kan ik ook wat opmerkingen bij plaatsen. Ik kan zijn tickets inzien. Ik kan hem archiveren. Ik kan van alles doen. Nou, het leuke is natuurlijk, net als WhatsApp, ik kan ook gewoon een chat verwijderen en ik kan een image toevoegen. We zijn nog druk aan het ontwikkelen en we zullen in de toekomst ook video's en spraakopnames kunnen versturen. Dat is nu nog niet belangrijk. Het ontvangen daarvan, dat kan wel. Dus mocht een van jullie, Roy, Erik, Robert, René, een spraakopname willen versturen, dan kan ik die gewoon ontvangen en video's idem dito. Gaan we even naar contacten. Wat ik zei al, daar staan jullie allemaal in. En dan gaan we even kijken. Nou, ik zie hier Roy Knippenborg zie ik staan. Robin de Wit zie ik staan.
En ik kan hier uiteraard ook, René staat hier, kan ik ook in zoeken. Dus ik kan alles mooi zoeken en later is dit nog wel te segmenteren. Hier is het ingebouwde ticketsysteem. Je ziet 5 tickets staan. Dit zijn openstaande tickets. We zijn met 1 ticket bezig en er zijn geen gesloten tickets. We zijn met de demo-account niet zo snel, zo te zien. Hier kan ik van alles aangeven dat ik ermee bezig ben. Ik kan opmerkingen plaatsen. Ik kan van alles doen. Ik kan het doorschakelen naar een andere collega. Eentje die alle tickets doet. Zometeen ga ik daar ook nog wat meer over vertellen over collega's en tickets. Er is een admin panel, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dit is een admin account. Die rechten zijn aan te geven per gebruiker voor elke collega die je aanmaakt. En daar kan je een avatar wijzigen en een status updaten. Mijn status is nu, wij zijn een demo account van Watermelon, maar daar kan ik van alles neerzetten. En ik kan ook gewoon mijn logo selecteren en vervolgens het bestandje opslaan. Ik kan hier afdelingen aan aanmaken. Voor nu hebben wij een marketing en een sales afdeling. En vervolgens geef je daar rechten aan toe. Dus adminrechten of chat alleen voor bestemde groep, tickets alleen voor bestemde groep. En het is voor elke collega iets. Hier staat ook een uitleg wat alles is. Het berichten inplannen zit er wel al in. Lijsten komt hier ook onder te staan. Zodat je ook berichten in kunt plannen voor lijsten, maar ook gewoon een bericht naar hele lijsten kunt sturen. Die tip die ik net gaf. Ik kan makkelijk opnieuw drukken en ik kan zeggen, nou, ik wil een bericht inplannen naar Erik en zijn vrienden. Het bericht is hoi. Ik geef er een datum aan en een tijd. Halverwege 's nachts zal die vast wakker zijn. En selecteer ik alle mensen die het bericht moeten ontvangen. Vervolgens sla ik hem op en staat er een bericht ingepland. Deze kan ik uiteraard ook gewoon weer verwijderen als ik een foutje heb gemaakt. Nou, nu komt het stukje users en dat is misschien nog wel een van de belangrijkste dingen. Hier zie je de afdelingen die er zijn, afdeling admins, marketing en sales. En je ziet ook de collega's die daaronder vallen. Er is 1 admin account, er is 1 marketing account. En alle users, dat zijn in dit geval, zijn dat er 2. En hier kan ik ook van alles bewerken en ik kan er ook een toevoegen. Geen naam, nou, ik kan er van alles aangeven, maar dat is nu niet nodig. Bedrijfsgegevens zijn in te zien en te wijzigen. Hier komen ook betaalgegevens te staan, waar ik zo meteen wat meer over vertel. En statistieken. Hè? Iedereen weet, marketing meten is weten. Hier kun je van alles zien. Je kan zien wat voor chats er mogelijk zijn. Hoeveel chats er worden verstuurd. Vandaag zijn er 8 chats vanuit de demo-account verstuurd. Totaal aantal chats is 28. 5 gesloten tickets, 5 open tickets en 28 open chats. We hebben nog geen enkele gesloten, maar op het moment dat we dat doen, zullen we dat ook terugzien in de statistieken. Ook is er een datum aangegeven, nou, ik wil van 3 dagen geleden tot en met vandaag alle statistieken inzien, dan is dat mogelijk. Er zit een geef feedback knop in en die is voor ons heel erg belangrijk, want eigenlijk elke klant die gebruik maakt van het systeem, die heeft wel een stukje feedback. En daar willen we ook ons op voren doorgaan ontwikkelen op de feedback van klanten. Als je zegt van nou, ik zie dit graag anders en we horen dat van veel meer klanten, is dat voor ons genoeg reden om iets toe te voegen of te verwijderen of te verbeteren. Natuurlijk is er ook nog een stukje profiel waar het wachtwoord te veranderen is. En dit is in principe het gehele dashboard. Dan ga ik even terug naar mijn presentatie. En mochten er nog vragen over het dashboard zijn, dan zullen we die zo meteen wel gaan behandelen. Even kijken. Gaan we snel verder. Volgens mij zien jullie allemaal kosten moestuin. Als het niet zo is, dan zal ik het wel van Bertram horen. En dat zijn even heel kort de pakketten die wij aanbieden. Pakket 1 is het moestuinpakket. Aangezien wij Watermelon heten, wilden we daar toch iets mee gaan doen. Dus hebben we 3 pakketten bedacht. Moestuin, kas en plantage. Dit pakket gaat tot 500 chats per maand. Dus het zijn 500 verschillende mensen die kunnen appen naar dat nummer per maand. Dat is enorm veel. En voor een startende ondernemer of een wat gevorderde ondernemer die niet heel veel aan klantservice doet, is dat een heel mooi pakket. En kost €25 per gebruiker per maand. Nou, gaan we even door naar het kaspakket. Dat gaat tot 10.000 chats per maand, dus dat is al ver gevorderd. En is €35 per maand. En plantage, meer dan 10 gebruikers,
of meer dan 10.000 chats per maand, dan gaan we gewoon even om de tafel van, hey, wat kunnen we voor je betekenen? Nu is het ook zo dat wij voor alle mensen die in deze webinar zitten een gratis maand willen aanbieden. Het kan je heel gemakkelijk aanvragen door naar watermelon.nl/seoshop-klanten-special te gaan. Of even een mailtje te sturen naar info@watermelon.nl. Mocht ik die gegevens binnenkrijgen, dan zal ik die zo snel mogelijk in behandeling nemen. Dat zal vandaag of morgen zijn. En dan kun je binnen 24 uur aan de gang met WhatsApp. Wij zorgen gewoon dat er een nummer aangekoppeld is. Er zitten geen enkele kosten aan verbonden. Eerste maandje is gewoon helemaal gratis. En ik zou zeggen, probeer het maar eens uit. Ik ben uitgepraat. En ik ben heel benieuwd hoeveel vragen er zijn. Want ik weet dat ze er zijn. Dankjewel, Alexander. Misschien wel leuk om te beginnen met een vraag van jezelf. Ik zie dat er nog niks is binnengekomen. Dus sowieso, jullie mogen allemaal vragen stellen. Dat kan nu, dat kon eigenlijk voor die tijd al. Maar nu gaan we ze echt beantwoorden. Mijn vraag is, ik kan me voorstellen dat Webwinkeliers zijn natuurlijk ook bezig met Twitter, met Facebook. En ook daar moeten ze heel veel vragen beantwoorden. En alle tickets natuurlijk die ze krijgen en alle e-mails. Hoe zorg je er nou als webwinkelier voor dat het niet te veel wordt? Als dit erbij... dat is natuurlijk, je hebt daar verschillende programma's voor. Je hebt natuurlijk een programma voor alleen Facebook. Je hebt een programma voor alleen Twitter. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Hootsuite. En Hootsuite, daar kan je heel mooi monitoren wat er allemaal op social media binnenkomt. Nou, dan zou het natuurlijk voor ons ideaal zijn om daarbij een integratie te hebben. In dat dashboard, zodat je precies ziet wat en hoe er binnenkomt. Ik weet vanuit mijn vak uiteraard dat zij een App Store hebben. En daar willen we graag mee in gesprek. En zo zijn er ook nog andere partijen, ook binnen Nederland, die bepaalde koppelingoplossingen bieden waar wij mee in gesprek zijn. Dus jullie proberen echt zoveel mogelijk integraties te krijgen met bestaande partijen die andere kanalen beheren, zeg maar. Exact. Ja, om het zo ook toegankelijk mogelijk te maken. Ja, oké, helder. En nog een andere vraag. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die ook proberen om via WhatsApp hun producten echt te verkopen. En dus heel commercieel ermee bezig zijn. Hoe zorg je ervoor dat je toch relevant blijft voor je klanten? Want ik kan me voorstellen, als je dan ook nog customer service via WhatsApp gaat doen, en het kanaal wordt misschien toch enigszins kapot gemaakt door die bedrijven die dat commercieel inzetten. Hoe zorg je ervoor dat jij dan relevant blijft? Het is belangrijk. Kijk, je kan natuurlijk altijd uitschrijven van een nummer. Hè. Je kan zeggen, ik wil dat je wil stoppen met het ontvangen van die berichten. En dat is wel belangrijk. WhatsApp is daar heel erg streng op. Zij willen niet dat er gespamd wordt. En daarom hebben wij binnen het systeem ook bepaalde beperkingen opgelegd. Zoals het berichten inplannen kan 1 keer per 7 dagen. Het versturen van berichten naar lijsten kan ook een x-aantal keer per 3 dagen. En dat is puur om spam tegen te gaan. Want uiteindelijk wordt de ondernemer daarmee beboet door WhatsApp, want het nummer wordt geblokkeerd. Nou, en het is natuurlijk aan de mensen zelf om te beslissen of ze iets willen ontvangen, ja of nee. Ja, oké, helder. Ik zie dat er 2 vragen zijn binnengekomen. Een vraag van Tamara van Dam. En ik vraag me af wat het voordeel is van dit systeem ten opzichte van gewoon WhatsAppen door de klant naar het telefoonnummer van een bedrijf. Dus... wat ik in het begin ook uitlegde, dit systeem biedt natuurlijk statistieken aan en de mogelijkheid om dingen in te plannen en de mogelijkheid dat het multi-user is. Hè. Je kunt met verschillende collega's tegelijk de chat gaan beantwoorden. En dat is eigenlijk het grootste voordeel van het hele systeem, dat je met meerdere collega's tegelijk in kunt loggen op het systeem en de WhatsAppjes kunt beantwoorden. Ja, een volgende vraag van Saskia. En zij vraagt dus hoe je jullie service dan aan een webshop kunt toevoegen, of dat het alleen via WhatsApp werkt. Dus hoe werkt dat voor SaaS-shop klanten? Jullie staan dat niet in de App Store, hoe werkt dat dan? Nee, nou nu staan we nog niet in de App Store, dus op dit moment zal het via Watermelon zelf lopen. Mensen die vragen bijvoorbeeld een demo aan en vervolgens... zet je nummer op je website van, joh, ik ben bereikbaar op dit WhatsApp-nummer. En dat kan je in advertentie zetten en waar dan ook. En dan heb jij een inlog van ons gekregen met dat nummer. En als mensen dan WhatsAppen, dan zie je, zoals je net ook op het dashboard zag, die appjes binnenkomen en ga je die beantwoorden. Dus het is nog wel mensenwerk om een nummer toe te voegen op een website en je nummer te promoten. Ja,
Ik zie nog heel weinig vragen binnenkomen. Nou, dat was toch een goed verhaal. Dat gaat heel snel zo. Misschien heb je nog wat voorbeelden van bedrijven waar jullie nou mee werken, want dat heb ik nog niet echt gezien. Ja, zeker. Dan pak ik nog even internet erbij. Is dat goed, Bertram, dat ik naar een aantal sites ga waar ik direct kan laten zien dat zij ook het promoten? Ja, doe maar. Dat is misschien wel leuk om naar wifimedia.eu te gaan. Hier zie je een stukje Wifi Media is nu ook bereikbaar via WhatsApp. Heeft u vragen over een product of over uw bestelling, neem dan gerust contact met ons op. En daar staat het WhatsApp-nummer bij. En het logootje van WhatsApp. Het is voor iedereen is dat duidelijk. Dat zij gewhatsappt kunnen worden op dat nummer. En dit is eigenlijk een geweldig voorbeeld van hoe het gepromoot moet worden. Wat natuurlijk ook kan, en dan pak ik even The Next Network, dat is mijn andere bedrijf, pak ik er even bij. We hebben in de footer hebben wij hier een WhatsApp-icoontje geplaatst. En dat hoort er ook tussen. Hè. Je ziet Facebook, Twitter, LinkedIn en heel veel andere. Maar ook dat WhatsApp-icoontje, dat naast de mail-icoontje staat, zal tegenwoordig veel meer te zien zijn. Ook hier hè, laten we zien dat we het aanbieden. En is het gewoon heel belangrijk dat je daarmee actief bent. Dus dat zijn in ieder geval twee voorbeelden. Moet ik even heel erg goed nadenken, want er zijn wel meerdere mensen die... We zitten nu rond 30 stuks die WhatsApp gebruiken via ons. We zijn ook nog maar net begonnen, dus misschien wel belangrijk om erbij te zeggen. We zijn nu 2,5 weken aan de gang en we groeien wel ontzettend hard, omdat het gewoon een ontzettend leuk dashboard is. Maar dat betekent wel dat de bedrijven zijn nog niet allemaal aan het promoten. Wat ik wel kan zeggen is dat wij ontzettend aan het ontwikkelen zijn. En er zijn veel mensen die graag mee willen ontwikkelen. Ja, het wordt sowieso nog niet heel veel gebruikt, toch? Ik weet dat Coolblue er echt heel veel... Ja, het zijn er weinig. Kijk, wij vinden 30 klanten in 2,5 week heel veel. Ja. Maar als je gaat kijken naar het totaal aantal bedrijven, is het paar weinig wat WhatsApp inzet. Ja. Maar ik durf te wedden dat over 5 jaar is het net zo normaal om een WhatsApp-nummer op je site te hebben als een telefoonnummer. En is het net zo normaal om Mailchimp te gebruiken als Watermelon. Ja, precies. Dus je advies is om er nu mee te beginnen, omdat de grote bedrijven dat nog niet doen. Nou, ze zijn er wel mee bezig. We zijn ook met grote organisaties in gesprek die toch heel veel interesse erin hebben. Maar dja, dat duurt altijd een stukje langer. En ze gaan kijken hoe kunnen we dit het beste implementeren. En er zitten een aantal ogen en haken aan. Ja. Even kijken, ik heb een vraag van Nicky de Beus. Je liet net dat WhatsApp-logo zien, dat dan geïntegreerd is in de webshop. Is dat iets wat je gewoon van internet plukt, of is dat onderdeel ook van jullie service, dat je dat echt... Wij bieden een mooi vierkantje eigenlijk. Dat zal volgende week op onze website gratis te downloaden zijn. Je vult je nummer in en vervolgens exporteer je een afbeelding die weer op de website gezet kan worden. Dus dan heb je het en het WhatsApp-logo en je nummer in één afbeelding die je op je website kan zetten. Dat bieden we aan en anders zou je dat inderdaad op internet kunnen vinden. Even kijken of het een rechtenvrije afbeelding is. En vervolgens zet je het op je website, net als het Facebook-logo. Ja. Ik kreeg hier een vraag van Erik van Vught. Die wil ook wel weten of het nu al geïntegreerd kan worden in zijn webshop, in zijn SEO-shop. Of dat hij dan moet wachten totdat hij gekoppeld is in de App Store. Ik denk dat is inderdaad heel mooi. Maar ik denk wel dat om het nu te testen zou je een demo aan kunnen vragen. En krijg je echt een gevoel bij het dashboard. Dat is vaak wel belangrijk bij software. Maar ik denk dat dat wel een heel mooi iets is als de sales shop het aan gaat bieden in zijn dashboard. Precies. Dan laten we het weer bij, maar inderdaad. Even kijken hoor. Oh, dat was de laatste vraag. Dus als er geen vragen meer binnenkomen, dan is dat zelfs al het einde van het webinar. Ja, nou, dat gaat snel. Super, super snel. Inderdaad, dus waarschijnlijk was het een heel duidelijk verhaal. En zo niet, ik zie jouw contactgegevens hier ook staan. info@watermelon.nl. Ja. En de watermelon.nl/saleshop-klant/special. Dan zie ik het ook binnenkomen van, hey, dat is iemand van het sales shop. En dan kan ik daar rekening mee houden. Oké. Okay. Nou, top. Dankjewel voor de presentatie. En, geen enkel probleem. Uiteraard ook bedankt aan alle anderen die aanwezig waren. Nogmaals, wij doen dat dus elke maand. Elke maand een ander thema. Dus als jullie interesse hebben in de nieuwe thema's, schrijf dan ook zeker even in via onze website. Dat is dus saleshop.nl. En onder webinars staan alle webinars die we gaan doen. En het is dus mogelijk om vooraf in te schrijven en dan gewoon deel te nemen op het moment dat we het gaan geven. Als er nog vragen zijn over WhatsApp-marketing,
Jullie kunnen ons sowieso altijd bereiken, SEOshop en uiteraard ook Watermelon, zoals we net zeiden. En hopelijk tot een volgende keer. En nogmaals dank. Tot ziens. Tot ziens.